ik heb er 55 liter in, sorry. 65. 50. 45, ik ga de finish niet aan, denk ik. Dan bocht je zo. Dan bocht je zo met z'n tweeën erdoorheen. Ah ja. Ik denk, ik heb wel de baan hier. Dat is toch meer dan genoeg heet, joh. Achterin wel, ja. Dan de complete count. Zo, komt er eentje met een Uberstar? Maken van de volledige track, hè? Hij vecht het uit van amateurs, hè? Je hebt trouwens wel een warning voor. Nacht, hè? Hij vecht ook echt goed. Zul je auto veel te vullen? Zou je een zware auto leven? Ja, de eerste keer. Dat ik nu ongeveer dezelfde tijd als ik de quali deed. Oké. Okay. Ja, misschien wat dat ik toch wel wat voor.
Gewoon recht hoor, Haan. Kan je gewoon zien. Net mooi dat we daar rechts, maar dat kon niet. Ik had misschien ook gewoon recht. Oké, okay, ja. Op de radar zaten we niet tegen elkaar aan, dat vond ik vreemd. Maar het was gelukkig maar een klein kusje. Oh ja, gelukkig wel. Nee, precies. I need to go in front of the secretary.
minstens een uur rijden. Ik niet hier kan. Ja, dit voelt wel lekker vertrouwd aan. Ja, toch? Ik weet ook niet hoe lang ik dit nog vol had kunnen houden, hoor. Maar ja, als je gaat kijken. Ik word je tegen wel nergens, ja. We hebben er niemand van. Meedoen is belangrijker dan winnen. Zeker weten. Maar ik rij hoger en niemand dan dat verwacht. Ik rij B4. Ja, ik wou niet zeggen, ik zeg ja, achter zitten. Jullie kan niet bijhouden. Ronde sneller is ook een soort overwinning. Ja, daarom. Ik zit nu al, ik rijd net al 1,47. Ja. Dat was al wat van een seconde sneller als dat ik reed in de kwalificatie. Volgende recht met Spa, toch? Nee, Monza. Oh ja, Monza. In de regen? Nee. Ja, ik dacht ik rij achteraan, ik zoek me wat meer uitdaging. Ja, dat kan wel. Ik ben toch bezig met het leren van de band. In het donker in de regen. Maar moet je dan naar rechts bewegen, toch? Zoals je dat menu je bandenspanning plus en min. Ik zet de CA's met traction control lager. Dat is het idee. Ja, thanks. Is dat. Ja, tekst controle veranderen is met zo'n voorbeeld van de pijlstof. Dat kan je zo. Heel goed, hè? Kunnen we een beetje gebruiken.
eigenlijk op hetzelfde punt, maar ik ging zo erg door, denk ik. Bijna opgeknallen. Dankjewel voor de salutie. Ja, altijd plus, maar wel. Ja, dat zou ik weten. 38 maanden. Veel succes nog iedereen mootjuichen. Ja, iedereen veel succes bij het gewoon. Dus... Dankjewel. Die Aston Martin verschrikkelijk hard op het rechte stuk. Ik moet er ergens van hebben. Ik ben wel makkelijk bang te maken. Ik was eigenlijk niet van plan om daarin te gaan. Zit je met de sein over weg? Ja, dat ook, ja. Time man boy. Splat even voor me.
banden worden echt slecht nu. We gaan ons wel weer. Nieuwe sloffen eronder. Wie was dat? Ik het niet toch? Hoop ik. Als je met nummer 1 rijdt, dan denk ik jij, man. Nee, dat denk ik niet. De politie die hier is, nummer 1 was. Sorry, voor mij was het een einde te doen. Ja, je kan gewoon door elkaar heen door de kruis. Oh, ik heb door elkaar heen. Wist ik ook niet zeker hoor, denk ik voor de zekerheid. Ja, nou ja, ik had het misschien wel verwacht, maar ja. Oh. Ja. Ik ben geplit. In de pit. Mee dan. Dat is nog wel geen enkele.
precies de goede plek stoppen. Dus nu een verplaatsing te worden. Ja, ik ook niet. Moet je het wel doen? Dat doe ik ook, ja. Ja, dat pakken. Is het te doen. Even die apparaat. Maar dat kan ik niet aanzien. Ik knipper helemaal niet. Doe ik een keer niet knipperen. Laat ik er snel voorbij laten, dat ik minder lang geconfronteerd word als ik belet ben. Twee bochten je ogen dicht, dan is het niet gebeurd. Rob. Sorry man. There's a slow car, yellow flag is in charging front. There's a slow car, man. Yo. Meer aan het einde van de vorige stint. Nee, ja, ik had de vorige stint helemaal. Nou, ik ben alweer een beetje last, maar niet echt goed. In één keer heb ik het te veel. Oh, cool, hè? Dat kunnen we weer. Ah,
Ach, die zit niet echt meer in de wereld. Nee. Waar is Jacques zo meteen? Seconde 40. Is dat het jacht in de afgelopen? Gaan we niet redden, denk ik. Ik heb een potje zo half een degenlak vast. Hij is mijn hele linker suspension beschadigd. Ja, het rechte muur daar. Ja, die pitstop ding gaat als hij een afspraak is 30 seconden, anders schade het op de bank. Ja, maar ik ben al naar binnen geweest. Ik kan het nog wel zien. Hoeveel schade hier is. Als het veel is, dan is het veel. Ik kan het zien.
zo'n pitstopstrategie zou ik zeggen kan zitten. Ik weet niet wat knop er is. Ik kan niet eens kloppen. Ja, dat is hier. Dus in het linksonder zie je de 30 plus nog. Ja, wat is flinke spakzaam in die motor. Dat is voor mij staan. Op zich wel goed verdedigd is op deze baan. Ja, dat is ook wel, ja. Dat is heel goed best wel flink gemount, ik ging gewoon bijna op de kop, joh. Maar er zijn ze ventilator in zitten. Ik moet even ruimen, ze hebben plaats gedaan. Herco. Maar rechts voorbij, hoor. Yes, dankjewel. Thank you.
ook hoor, ze hebben normaal man. Je hebt het geluk dat je niet heel veel gevaar van achteren hebt. Huh? Zeg, je hebt het geluk dat je niet heel veel gevaar van achteren hebt. Nee, goed. Waarom ga ik ook niet naar binnen? Ja, dan had je veel meer tijd op doen. Zeg maar die laatste bocht, ik red het gewoon helemaal niet meer. Je moet echt liften. Strong.
Erik Koenig. Komt nog in. Dank u. Yeah.
mijn best ook wel gedaan, zeg. Achter je gezeten of zo, man. Ja, dat is echt heel lang. Klopt. We hebben some light damage in the rear of the car. Ja, jij ging iets verouder op de rem dan ik dacht. Oh, raakte jij mij? Ah. Ja, ik raakte ja. Ik denk, wat gebeurt hier? Wat is dit voor rare bug? Ja, ik moest er 50 halen. Ik weet niet, misschien krijg ik nog een straf na de race of zo. Dus fuck die shit. Krijg je hier ook safety rating voor? Ja. Ja, in principe nog een heel de stint. Ook deze laps omhoog. Bedankt, iemand heeft iemand heeft ook een pitbordje meegenomen, dus ik wist niet precies meteen waar ik moest remmen.